Goedemiddag, ik ben Pauline Duchesne en welkom bij mijn screentest. Knolraap en lof, schorseneren en prei, de veerpont en de dodenrit. Iedereen boven de 40 en zelfs sommige jongeren weten nog precies hoe deze liederen gaan. Ze zijn van taalvirtuoos Dr. Anders P. Dr. Anders P. heet eigenlijk Herman Heinz Polster en werd geboren op 24 augustus 1919 in Thun in Zwitserland. Hij had een Nederlandse moeder en een Oostenrijkse vader. Op 3-jarige leeftijd verhuisde Polster na de scheiding van zijn ouders naar Nederland. Toch heeft hij altijd de Zwitserse nationaliteit behouden. En dit was uit dankbaarheid voor de Zwitserse autoriteiten die hem in de Tweede Wereldoorlog tot 2 maal toe uit handen van de Duitsers hielden. De jullie welbekende Willem Duis heeft de artiestennaam Dr. Anders P. bedacht. Polster behaalde in Nederland namelijk de academische graad in de economie. Ondanks zijn hoge leeftijd is Dr. Anders P. nog redelijk fit. Optreden doet hij helaas niet meer, maar hij schrijft nog elke dag een zogenaamd Olleke Bolleke. Dit is een gedicht in een door hem zelf bedachte versvorm. En volgende week wordt hij 90 jaar. En dat werd gisteren gevierd met een hommage aan de dichter en liedschrijver in het Vondelpark in Amsterdam. Als afsluiting draag ik jullie graag nog een Olleke Bolleke voor van Dr. Anders P. Dactylus, dactylus. Olleke Bolleke. 2x4 regels die rijmen aan het slot. Kreet, naam en 1 woord met 6 letter grepigheid. Moeilijk te maken, maar wat een genot. Dit was mijn screentest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wie weet zien wij elkaar bij het Alliander Iedereen Energiejournaal.